Hallo, welkom bij een nieuw videoles van Roberta. En deze keer gaan we kijken naar opgave 5 van het OefenSO. Hoofdstuk 1, Pulsar. En in deze video, opgave 5, eigenlijk een beetje een flauwe. Geef de formule om de afgelegde afstand te berekenen als je de snelheid en de tijd hebt. Nou, als het goed is, heeft iedereen deze formule geleerd. V is S gedeeld door T. Oftewel uitgeschreven, snelheid is afstand gedeeld door tijd. En als we dit gaan omschrijven, dan raad ik hier altijd eventjes het snelle rekentrucje. 2 is 6 gedeeld door 3 vooraan. Dus hier schrijven we een 2, hier een 6, hier een 3. En dan gaan we kijken van, oké, wat moeten we eigenlijk berekenen? We moeten berekenen de afstand. Dus we moeten S berekenen. S staat op de plaats van 6. 6 is 2 keer 3. Ik schrijf hem er ook maar heel eventjes nog onder. Dus 6 is 2 keer 3. Dus. Dan krijgen we wat er op de plaats van de 2 staat. Dat is een V. En wat er op de plaats van de 3 staat, dat is een T. En die doen we keer elkaar. Dus in nette formulevorm is het antwoord S is V maal T. En met ditzelfde trucje zou je de formule dus ook kunnen omschrijven naar bijvoorbeeld T is, en dan ga ik weer even de kleurtjes erbij pakken. T staat op de plaats van de 3. 3 kun je krijgen met 6 en 2 door 6 te delen door 2. Dus wat doen we dan? Dan pakken we wat er op de plaats van de 6 staat. Dat is nog steeds de S. En we pakken de V. Die staat op de plaats van de 2. Die zetten we eronder. Dus de tijd is de afstand gedeeld door de snelheid. Ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.